Op een community college kan je eigenlijk twee dingen doen. Je kan of een associate's degree halen, dus dat is een degree dat je in 2 jaar haalt. Of je kan proberen door te stromen naar een 4-jarige universiteit en dan kom je een 3e jaar in om je bachelor te halen. Ik doe het momenteel allebei. Ik zit nu in mijn 2e jaar. En ik ga dit jaar mijn associate halen in psychologie. En dan proberen in het 3e jaar in te stromen in een 4-jarige universiteit. Eigenlijk vooral de locatie en de prijs. De locatie omdat het, ja, je zit vlakbij San Francisco en San Jose, 2 grote steden. En het is natuurlijk Californië, dus mooi weer, mooie stranden. Maar het is ook, er is heel veel diversiteit hier. Heel veel mensen uit andere culturen, andere landen. Ja, en dan natuurlijk de prijs. Een community college is toch echt een stuk goedkoper dan een 4-jarige universiteit. Ik was zelf wel aangenomen op een aantal universiteiten, ook met beurs, maar voetbal was nog steeds een stuk goedkoper dan ze allemaal. Nou, voor mij is het echt een hele goede ervaring geweest. Ik verwachtte er eigenlijk veel minder van. Ik dacht van, nou, zijn vast niet zelf wel goede leraren en ja, veel oudere mensen en zo. Maar ja, dat is helemaal niet waar. Er zijn hartstikke veel hele goede leraren die, ja, die hier zijn omdat ze graag les geven. En die, ja, ook mensen van met PhD's en zo die voor de klas staan. Dat is dezelfde kwaliteit die je op een 4-jarige universiteit krijgt. En er is ook veel meer eenheidsgevoel hier dan ik dacht. Ja, die beroemde school spirit die je in Amerikaanse films ziet, nou, die is hier ook heel duidelijk aanwezig. Ik zit zelf in heel veel clubs en ben naar veel voetbal- en basketbalwedstrijden geweest en dat is echt heel leuk. Nou, het is zeker wel boven verwachtingen dit. Ik was eigenlijk maar van plan om 1 jaar hier te blijven. Maar ik vond het zo leuk dat ik wel 2 jaar wou blijven en mijn hele studie hier wou doen. Ja, zoals ik al zei, de kwaliteit van het onderwijs is veel beter dan ik had verwacht. En het is heel fijn dat je je eigen vakken mag kiezen en zo. Je hebt echt complete vrijheid over wat je wil nemen. En het softballen hier is geweldig. En, ja, ik heb heel veel leuke vrienden gemaakt. En heel veel gezien en meegemaakt wat ik in Nederland nooit had kunnen meemaken. Ja, zoals ik al zei, mijn major is psychologie en ik heb hem nu bijna afgerond. Ik heb heel veel psychologie vakken genomen. Ik ben nu zelfs bezig met onderzoek doen. Dat is niet echt normaal op een community college, maar ik had vorig jaar een research class. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht van, nou, ik wil eigenlijk wel doorgaan met het onderzoek. Dus volgend quarter ga ik samen met mijn leraar en een vriendin van me gaan we onderzoek doen. En nou, daar heb ik heel veel zin in. Dus je kan echt alle kanten op hier met je vakken. Je kan echt helemaal zelf bepalen. En dat is echt wel heel leuk. Ik ben van plan om hier in elk geval mijn bachelor te halen. Dus hopelijk word ik aangenomen dit jaar op een goede universiteit. En dan ja, heb ik daar nog 2 jaar. En dan daarna zien we het dan wel weer of ik mijn master in Nederland of hier wil doen. Ik speelde in Nederland ook softball, maar dan op een heel laag niveau. Ik speelde 4e klasse. Dus ik wist ook niet zeker toen ik naar Amerika ging of ik wel zou kunnen spelen. Dat leek me natuurlijk wel heel leuk. Maar ik heb gewoon contact opgenomen met de coach. En die zei ja, kom maar. En nou, het was echt even schrikken de eerste training, want het is toch wel heel wat anders dan wat ik gewend was in Nederland.
Maar ja, ik heb ontzettend hard gewerkt en heel veel geleerd en heel veel lol gehad ook. Want nou ja, het is wel heel bijzonder dat je zo gewoon elke dag met de sport bezig kan zijn de hele middag. En zulke faciliteiten hebt van $1 miljoen en coaches die gewoon fulltime met je bezig zijn. En, ja, dat is wel echt een hele mooie ervaring. Voor mij zet het een beetje extra druk voor mijn vakken. Dus dat maakt het allemaal wat spannender. Want je bent gewoon de hele middag, elke dag bezig met softballen. Dus dat laat wat minder tijd over om te studeren. Dus dan moet je echt alles goed plannen. En ja, zorgen dat je goed bijblijft en alles voor elkaar hebt. Want anders krijg je het allemaal gewoon niet af. Maar het is vooral natuurlijk... Ja, de kans om zo intensief met je sport bezig te zijn op dit niveau. En, ja, het is echt heel bijzonder. En ook mijn eerste jaar had ik eigenlijk buiten softball alleen maar Europese vrienden hier, die ook allemaal internationaal waren. Dus dan is het ook een hele goede manier om echt alleen maar met Amerikanen om te gaan. Want ja, als je een hele groep Amerikanen bent, is toch anders dan wanneer je een hele groep Europeanen bent en misschien één Amerikaan bent. Dus je ziet ook veel meer van de echt Amerikaanse cultuur. Voetbal heeft geen huisvesting op de campus, dus ik woon in een appartement. En het is een kwartiertje of zo van de campus af. Ik deel dat appartement met 3 andere mensen momenteel. Ik heb in het eerste jaar ook mijn kamer gedeeld, maar dat was niet echt een succes. Dus nu heb ik wel mijn eigen kamer. En ja, het is nou eigenlijk heel leuk om... het is wel een heel aparte ervaring om zo je huis te kunnen delen, maar het is wel heel leuk. Wijs vooral niet community college te goed af, want je kan misschien denken van nou, het is niet zo goed als ik 4 jaar universiteit, het is niet zo leuk, maar ja, dat is uit mijn eigen ervaring zeker niet waar. Ik denk dat het goed heel beter is dan heel veel 4 jaar universiteit in de buurt. Ja, het ligt eraan welke vak je kiest natuurlijk. En ja, qua prijs is het gewoon echt, ja, het is ook echt een